abonneer. Bijna 1 miljoen abonnees, please. Vandaag speel ik gewoon weer de Sims 4. Ik ben ook wel een crimineel. Ik mag alleen maar geld verdienen door te schooien, door te stelen en dit. Wijp me! What? Gaat het mij lukken om miljonair te worden? Gaat achter in de reacties wie in mijn Sims wereld moet, oké? Het regent, ik heb 0 dollar, kan het nog depressiever? Wij moeten proberen weer geld te verdienen. Deze jongen is de grootste crimineel ooit. Laten we de familie Pancakes bezoeken om daar allemaal te stelen. Ik zie hier een aantal lampen die ik wil jatten. Probeer deze lamp te jatten. Oh, het is me gelukt. Misschien kan ik trouwens deze jongen eventjes zakkenrollers. Kom op, zeg dat het lukt. Zeg dat het lukt. Oh god, ik ben betrapt. Ik ga gewoon nog een keer proberen te stelen. Hell yeah. Gelijk 39 simdollar. Laten we trouwens meteen eventjes een baantje zoeken. Want dat moet natuurlijk ook gewoon gebeuren. Wij gaan een topcrimineel worden. Ik denk trouwens dat we weer een lamp kunnen stelen. En dat is weer gelukt. We gaan rijk worden hoor. Kunnen we nog een keer geld proberen te stelen van hem? Nee, hij heeft me weer betrapt. Dan stelen we toch bij haar. Dat lukt wel weer. We hebben bijna alle lampen hier al gestolen. Dus wij moeten hun hier eigenlijk afleiden. Oh, het is net op tijd gelukt. Terwijl zij daar boven staat, gaan wij dit lampje jatten. En dan gaan wij zo snel mogelijk naar huis. En het is me gewoon gelukt. Voor hoeveel geld kunnen we alles verkopen trouwens? 330 simdollars voor deze twee lampen. Nou, we hebben bijna de 1000 simdollars. Oh god, we kunnen nog niet zoveel jongens. Oh god. Ik hoef pas over 9 uur te werken. Dan krijg ik pas wat meer geld. Dus wat we eventjes gaan doen? We gaan hier zitten. We gaan smeken voor geld. Want we hebben geld nodig. Als je doet alsof je een alcoholist bent, krijg je meer geld trouwens. Ik ben niet dood hoor jongens. Geef me gewoon geld. We hebben 1500 dollar. Hier komen we wel wat verder mee. Maar ik wil even hier staan. Ik wil dit bord jatten. Maar dat mag gewoon niemand zien. Waarom heeft hij ook een alcoholflesje van... Niemand zal het zien. Oh god, ze hebben het daar gezien. Nou, we gaan naar werk. We hebben een klein begin van ons huis. Dit gaat prachtig worden. Wat is dit voor Minecraft huis? Mijn hart kan het trouwens niet aan hebben om geen spulletjes te hebben voor mijn eigen hond. Dus ik lever mijn geld alweer in voor mijn hond. Dit is een ranzige koelkast, maar we zullen meer geld verdienen. Ik heb honger. Dus laten we naar een rijke buurt toe gaan. Oh my god, dit is een groot huis. Kan ik deze kip stelen? Waarom kan ik deze kip niet stelen? We gaan wat eten jatten. Iedereen krijgt trouwens van mij een onbeleefde introductie. Mensen moeten mij haten. Ik wil dit konijntje jatten, maar er is daar een kind. Hey! Zij gaat daar achter de computer zitten. En ik wil meer geld hebben, dus wij gaan geld van de jatten. Hopelijk krijgen we genoeg, jongens. 451 simdollar. Is er nog iemand wakker waar ik van kan jatten? Kunnen we trouwens gewoon niet van kinderen stelen? Het is me gelukt. 73. Blijkbaar heb ik wat gejat. Maar ik weet niet wat. En dat heb ik niet eens zelf gedaan. Oh god, hij is op de wc en ik wil geld van hem stelen. Waarom staat het toilet trouwens in brand? Oh, we hebben 304 gejat. Nou, Ronald is aan het werk. Dus wat we nu eventjes gaan doen... We gaan even hier lekker alles... 240 simdollars! 135! We zijn rijk. Wij maken nu echt de lelijkste keuken ooit. Dit is ons huis tot nu toe. Ik wil echt wat meer geld verdienen hoor. Ik wil vandaag sowieso nog de 10.000 euro halen. We hebben promotie gekregen. Ja, dit voel ik. Ik hoop oprecht het eten wat hierin zit gewoon goed voor me is, hè. We zijn weer bij de sportschool, want we willen natuurlijk nog steeds meer geld verdienen. En ik wil heel graag dit ding jatten. Hopelijk komen er straks geen mensen... We hebben het gestolen, yes! Waarom is hij trouwens in één keer blauw? Gaat hij straks dood? Oh my god! Holy shit! Er is net iemand voor mijn gezicht dood gegaan. Ja, maar niemand geeft me nu geld omdat iedereen aan het huilen is. Nou, dan ga ik wel geld jatten. 300 gejat. Volgens mij gaat er straks weer iemand dood. Ik denk dat het beste is als we gewoon hier weer de hele tijd staan om zo geld te krijgen. Ik kan trouwens om ook heel veel geld te krijgen, kan ik namelijk ook gewoon ook iemand kidnappen. Want als ik dat namelijk doe, krijg ik in één keer echt enorm veel geld. Gaat er nou echt iemand voor me dood? Zo werk ik hier niet. Ik kan namelijk gewoon geld vragen aan familiemembers. Dus dat gaan we gewoon eventjes mooi doen. Ik ben benieuwd hoeveel we zullen krijgen. 5000? Holy shit. Ik wil meer hebben. Wie zijn jullie allemaal? En wat doen jullie hier in één keer? Ik wil dat jullie hier niet zijn, oké? Zo, dat is nummertje 1. En het spijt me. We hebben 41.000 simdollar. Dus wat we eventjes kunnen doen. We kunnen ons huis eventjes heel mooi restaureren. Wanneer moet ik trouwens weer werken? Over 4 uurtjes. Mijn huis is een soort van vergroot. Ik leef nu in één keer in luxe, joh. Ik kan mezelf nu gewoon een mooie bed geven. Zonder dat ik aan het geld hoef na te denken. Kijk hoe prachtig dit is. Oh, hoe krijg ik het bloed van mijn gezicht af?
Hoe krijg ik dat? Ronald, je weet dat je over 3 uur moet werken. Kan ik alsjeblieft mijn outfit veranderen? Alsjeblieft, zodat ik er wat beter uitzie. Of blijf ik dat bloed nu op mijn gezicht hebben? Wanneer verlies ik nou dat bloed op me? Ik weet het niet. Moet ik douchen? Maar ik heb geen geld voor een douche. Moet ik wat verkopen? Ik verkoop wel dan een stoel. En we kunnen meteen een douche kopen. Ik heb nu geen geld voor een deur. Oh nee, ik verwijder wel weer een stoel. Oh, was het bloed eraf? Het is nu tijd om naar werk te gaan. Hopelijk verdien ik nu wat meer. Ik weet trouwens nog steeds niet wie dat is. Ik heb 4 hele simdollar. Ik wil gewoon een keertje die 100.000 halen, hè. Waarom staat zij hier? Ik heb maar $91 verdiend. Wil ik hier dan nog wel werken? Ik verdien bijna geen zak. Maar ik moet een crimineel zijn. Waarom ben ik meteen aan het dansen? Om meer te verdienen, denk ik inderdaad dat we gewoon weer moeten reizen. We gaan dan wel gewoon naar een rijk... Oh my god, iedereen haat me bijna. Hier wonen toch wel rijke mensen. Mensen moeten toch boos op me worden. Er is brand. Ik kom binnen en er is meteen brand. En Ronald loopt meteen gewoon weer weg. Waar ga ik heen? Waar ga ik heen? Waarom ga ik hierbij staan? Nu staat iedereen hier. Na bijna 10 uur komt nu pas de brandweer. Kan ik nu aankloppen alsjeblieft? Want iedereen is nu toch buiten. Ik ben thuis. Valt hier wat te stelen? Kan ik een radio stelen? Ik kan dit jatten. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar oh god. Nee, stop, stop, stop. Ben ik betrapt? Oh, betrapt op stelen. Wie zag mij stelen dan? Dat kleine kiddo hier, oh. Waarom ga ik weer naar boven? Okay, hij is nu televisie aan het kijken. Laten we geld van hem stelen. Ik sta er heel ongemakkelijk achter. Ik probeer hem van hem te stelen en nu is hij hartstikke kwaad op me. Ik zie hier een kaboutertje en die kan ik stelen. En ik zie daar ook een schilderijtje die ik wil stelen. Maar kan ik hier meerdere dure dingen zien? Ik zie een kabout, een schilderij, dit beeldje hier. Laten we als eerst eventjes deze schilderij jatten. Steel het! Ondeugendheid niveau 6. Ik wil ook meer dingen jatten. Ja, maar dat kan pas na 2 uur. We kunnen wat stelen. Laten wij dit gaan jatten. Dit ziet er leuk uit om te stelen. Ik heb nu iets anders gejat. Dat was niet de bedoeling. Nu kan ik dit beeldje niet jatten. Ronald! Nu moet ik 4 uur wachten. Maar ik moet over 3 uur werken. Dan ga ik Hato gewoon wakker maken. En dan gaan we gewoon geld van haar stelen. Steel geld. Steel geld. 233 simdollars. Zijn er nog mensen beneden waar ik van kan stelen? Ik wil ook van hem jatten. Maar hij is de hele tijd boos op mij. Hij wil de hele tijd vechten. 245 simdollars. Kaboom. Oh. Ik heb in 1 keer brand gemaakt. Nu is iedereen weer aan. Oh shit. Superveel brand. Is dit een ondeugend iets? Ik moet werken. Ik ga er vandoor. Ik moet werken. Zie hem dan rennen naar werk. Ik ben gepromoveerd trouwens. We hebben 649 simdollar gekregen. Oh ja, vandaag is het liefdesdag. Wij gaan een vervals uitmaakbriefje sturen naar... Thomas Watson. Dat hij me de hele tijd ging slaan. Het is een lang verhaal, maar het was een afschuwelijke brief. En voor ik het wist, gingen Rami en ik uit elkaar. Slaap lekker, Ronald. Hey, willen jullie een vervolg? Abonneer, like, laat achter de reacties.